Dag en welkom bij aflevering 16 van Mike Heerwoud met de Antwerp. Volgende wedstrijd thuis tegen Club Brugge voor de Pro League. Ik zie jullie graag terug bij de wedstrijd. Hallo allemaal en welkom in de Boszuil voor deze topper tussen Antwerp en Club Brugge. Antwerp had een zeer sterk seizoen bezig. Speel nu op de hele klasse. Gaan we een tikkeltje moeilijker gaan. Die zijn de stand na 21 speeldagen. Antwerp op kop. En Club Brugge staat vijf dus. Op 10 punten al van ons. Just wonder whether that's going to be the case for this side. The line-up for the home side. En nu de samenstelling van beide ploegen. Manager Nick Albrecht heeft voor deze ploeg gekozen en voor als B-ploeg gekozen. Dat zijn Bollat in doel in de competities. Matheus, Batubisika, Tuan, Zepe, Buta, Jadi, Ndiaye, Yatabare, Mbombe en twee spitsen Ardaïs en Oulare. Nou voor Club Brugge, manager Ivan Leko voor deze ploeg gekozen. In doel Ludovic Butel, dat een vijfvoudige verdediging met Kools, Denswil, Poulin, De Carli en Almeida. Klaas, Simons en Van Aken zijn het middenveld en ook twee spitsen Jelle Vossen en Abdoulaye Diaby. Het stadion is klaar, de spelers staan klaar, toch zo goed als. Dit heeft alles voor een topwedstrijd te worden. Club Brugge in het wit. Antwerp natuurlijk in het rood. En we trappen de wedstrijd op gang. Dan in de eerste kans Yatabare naar Oulare. Oulare met de trap, Butel redt. Dan een corner met Shadi. Ardaïs kopt over. Shadi dan met de trap op de lat. Shadi weer kan net niet bereikt worden, Almeida komt ertussen. Oulare dan naar Shadi, trap naast. De eerste keer Brugge, Jelle Vossen trapt direct de bal binnen. Eerste keer dat ze aan ons doel komen, scoren ze direct. Jelle Vossen met het doelpunt voor Club Brugge. 0-1. Dan Jadi naar Limbombe. Limbombe alleen op Butel af. Limbombe moet dit afmaken. Limbombe maakt dit af. Limbombe met de gelijkmaker tegen de club van zijn broer die op de bank zit. Limbombe zorgt voor de 1-1 in de Boszuil feest. Dan Jadi naar Oulare. Oulare trapt maar Butel met de redding. Dan Ardaïs kop naast. Dit is dan de rust. We gaan rusten met een 1-1. In een eerste helft waar dat Brugge één keer aan doel is geweest en gescoord heeft. En Antwerp toch wel de betere ploeg is en de meeste kansen heeft afgedwongen. Hopelijk meer van dit in de tweede helft. Die begint nu. Vossen naar Van Aken. Van Aken met de trap naast. Dan Vossen weer naar Van Aken. Van Aken met de trap. Van Aken legt de bal binnen. 1-2 getekend door Van Aken. En een wissel, Reda Jadi, de goed spelende Reda Jadi wordt vervangen door Anthony Knokkaert. Dan Vossen naar Palacios, naar Simons en Simons legt de bal over. Een nieuwe wissel, Matheus wordt vervangen door Brecht de Jager. We gaan in een 3-5-2 spelen. Alles voor de gelijkmaker en misschien zelf de winst. Van Aken dan naar Nakamba. Nakamba op de paal. Laatste wissel. Yatabare wordt vervangen door John Bostock.
Nakamba dan naar Diaby. En Diaby legt de eindstand op het bord. 1-3. Toch wel spijtig van dat derde doelpunt. Er zat Neri, maar de tweede helft hebben we niet veel meer laten zien. Dus eigenlijk wel verdiend. Al bij al een verdiende overwinning voor Club Brugge die in de tweede helft ons overklast heeft. Eerste helft was voor ons, tweede helft voor hun. Een 1-2 of een gelijkmaker had logischer geweest. Maar we mogen absoluut niet boos zijn op dit verlies. We hebben hem eigenlijk wel verdiend. Uitlaat Diaby met de Eddie die de boeken compleet heeft dicht gedaan. Hij staat hier op de Bosuil tussen Antwerp en Club Brugge. 1-3. En hier zijn we dan bij Janus van de Steenkisten. Die willen we proberen te overhalen voor terug te komen volgend seizoen. Ik weet dat hij niet echt is uitgeleend, maar hier speelt hij bij Roda JC. Zijn contract verloopt op het einde van het seizoen. Ik ben nu proberen voor hem te kopen zonder transfersom. We gaan dat aanvaarden. Dus Janus van Steenkisten komt vanaf het volgende seizoen terug bij Antwerp. En dan zijn we klaar voor de volgende wedstrijd. En die spelen we thuis tegen Gent. Ik zie jullie graag terug bij de wedstrijd. En hier zijn we dan weer op de Bosuil voor de volgende wedstrijd van de competitie. En die spelen we thuis tegen Gent. Herman, zoals de captain, dan weet hij al direct dat we met onze A-ploeg gaan spelen. Stand op dit ogenblik. Antwerpen op kop met 46 punten en Gent zesde met 34. Oogzo gaat proberen een goaltje te scoren. Dan spelers om te bekijken, Hermans en Silla. Hermans topscorer op dit moment in de competitie. En Silla op een tweede plek staan met Owusu met 11. Dus krijgen we een andere topscorer of niet? We moeten het zien in de wedstrijd. Boat klaar voor de nul te houden. Een samenstelling van beide ploegen. Voor Antwerp heeft Nick Albrecht voor deze elf gekozen. Bolat natuurlijk in doel. Dan Van Damme, Sal, Azare, De Laat, Rodriguez, Correa, Haroun, Degevi, Hermans om 10 en Owusu diep in de punt. Dan voor Gent. Deze elf, Kainic in doel, dan een driemansverdediging met Dusen, Brom en Horemans. Dan Machado, Estiti, Verstraeten, Kalou en drie spitsen, Simon, Silla en Kubo. En de wedstrijd wordt op gang getrapt. Eerste kans, Kubo, de redding, Bolat. Dan Silla met de trap, die gaat ver over en ver naast. En Silla weer naast. Hermans dan. Hermans zit de trap net naast. Dikke V naar Rodriguez. Rodriguez kapt zijn verdediger uit en scoort mooi. Dik laat binnen. Net na zijn half uur 1-0 getekend door Ivo Rodriguez. Wat een droomspeler. Die wil ik echt kopen. Die moet ik echt hebben. Dan Hermans naar Rodriguez. En Rodriguez maakt het 2-0. Op 4 minuten tijd 2-0.
En nu zal het heel moeilijk worden voor Gent om nog terug in deze wedstrijd te komen. Tweede doelpunt, Ivo Rodriguez. Zoals ik eerder al zei, dit jaar gehuurd. We gaan niet proberen vanaf het volgende seizoen vast te kopen. En Machado, redding Bolat. En dat is dan ook de ruststand. We gaan rusten met een 2-0 voorsprong in een eerste helft. Waar dat Gent toch wel gedomineerd heeft, maar wij wel gescoord. Ivo Rodriguez de twee doelpunten. Eigenlijk maar twee kansen gehad, maar wel twee keer gescoord. Dus we staan goed bij de rust. 2-0. In de tweede helft. Machado scoort. Ja, dus we zijn ineens in de 75e minuut. Daarvoor is er niks gebeurd. Enkel spel op het middenveld. Machado met de treffer. Die dat toch weer een wedstrijd van deze wedstrijd gaat maken, denk ik. Dan gaan we een wissel doorvoeren. Degevi wordt vervangen door de snelle Stallone Limbombe. Een nieuwe wissel. Reda Jadi komt erin voor de prachtspelende Ivo Rodriguez. Applaus voor Ivo. Nieuw. Sambu Yatabare wordt vervangen door. Komt erin voor Alexander Corijn. Om meer grip op het middenveld te hebben. Kubo, redding Bolat. Het is dan ook ineens de eindstand in de tweede helft, waar zo goed als niets gebeurd is. Buiten het doelpunt van Machado en een paar wissels van ons is daar niets gebeurd. We winnen in deze wedstrijd met 2-1. Wel een verdiende wedstrijd. Verdiende overwinning, vind ik persoonlijk. Ivo Rodriguez, man van de wedstrijd. Maar Gent heeft nooit aanspraak kunnen maken op de gelijkmaker. Eindstand hier op de Bosuil 2-1. En dan de stand op het einde van deze aflevering. Antwerp op kop met 49 punten. Dan volgen Kortrijk en Anderlecht met 44 punten. Club Brugge met 42. Standaard 41. Gent 34, Eupen 33, Charleroi 32. Dan de laatste plek op dit moment, Sporting Lokeren met 13 punten. Gaan we kijken naar de topscorers. Topscorer op dit moment, Heiremans van Antwerpen met 12. Dan 2 met 11, dat zijn Owuzu van Antwerpen en Silla van Gent. Theodorczyk staat vierde met 10. Assist, Zadi 8, Heiremans en Owuzu beide 7, Bolle van Charleroi 6. 0 tegendoelpunten, Cels 10, Bolat 8, Kaminski 8, Roef 7. Dan bedank ik jullie graag voor het kijken. Ik zie jullie graag terug bij de volgende aflevering en daar spelen we tegen Sporting Charleroi. Bedankt.